Pieter. Wat fijn dat we toch weer in Nederland zijn. Ik kan niet wachten tot we op het kasteel zijn en lekker gaan slapen. En dit is het eerste jaar dat er bijna niks mis zal. Oh, wacht even. Wacht, hou even vast. Hou even vast. Nee, ik tril. Oh, hallo met Sinterklaas. Ja. Ja, we zijn nu op weg naar het kasteel. Hoezo? Een deel ingestort. Oh, lekker dan. Je vraagt om een dakkapel en dan krijg je dit. Ja, jij kan er ook niks aan doen natuurlijk. Nee, heel vervelend. Wij zoeken wel wat anders. Doe voorzichtig, hè. En ik hoor het van je als het allemaal weer goed is. Dag. Dag hoor. Wat is er, Sinterklaas? U klonk nogal, hoe zeg ik het netjes, bozig. Nee, niet bozig. U klonk nogal, geïrriteerd? Nee, dat ook niet. U klonk nogal... Vol woede. Ja. Nee, u klonk nogal bezorgd. Ja, bezorgd, dat ben ik ook wel een beetje, Love, Piet. Oh. Ik leg het wel uit. Pieter, wij kunnen niet naar het kasteel toe, want vanwege de verbouwing is er een deel ingestort. Wat? En nu kunnen we daar niet slapen. Sinterklaas, dat kan toch helemaal niet? Wanneer is het kasteel klaar dan? Ja, ik denk dat als ze alles hebben opgeruimd en het weer gemaakt hebben, dat we weer terug kunnen naar het kasteel. Maar tot die tijd zullen we iets anders moeten vinden. Sinterklaas, waar moeten wij dan slapen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien in een hotel. Kijk, daar is. We gaan naar dat hotel. Een hotel? Meneer, het duurt er nou nog lang? Ja, ik ben bijna klaar. Ja, even kijken. Ja, even wachten. Even kijken. Zo. Ah, hier heb ik hem. Kijk eens, hier heb ik hem. Dit is de sleutel van uw kamer. Het is de tweede etage, kamer 208. Oké, okay, nou, heel fijn. Dank u wel. Moet ik natuurlijk wel ergens noteren. Waar is dat formulier nou weer? Hallo. Ja, wij wilden graag een paar kamers reserveren. Kan dat? Ja, dat kan, maar kan u dat beter niet online doen? Dat gaat veel sneller en het is nog gemakkelijker ook. Ja, maar we zijn nogal met een grote club, snapt u? Zo, ik heb 250 kamers gereserveerd. Ja. Oh, nou, dat is ook snel. Yeah. We hebben een reservering, hoor. Dan mogen we nu de sleutels. Hier hebt u de sleutels. Alstublieft, de kamersleutels. Hij houdt ook van strooien. Pieter, het is opgelost hoor. We slapen tot 5 december in dit hotel. Pak allemaal een kamersleutel en ga op zoek naar je kamer. Sinterklaas? Sinterklaas? Nee! Wat moet ik doen? Denk je rustig een hotelletje te kunnen runnen? Komt je grootste nachtmerrie hier binnenlopen met al die vervelende pieten? Vreselijk! Wacht eens even. Ik kan er natuurlijk wel voor zorgen dat Sinterklaas heel snel mijn hotelletje gaat verlaten. Ja, daar kan ik natuurlijk wel even voor zorgen. Wacht maar eens even, Sinterklaasje. Haha, zo, we zijn er klaar voor. Dag, Sinterklaasje, dag. Hoor je dat, Pablo? Die hotelhoognaar is gewoon meneer Van Driel. Ja, hij wil ervoor zorgen dat Sinterklaas het hotel uitgaat. Maar dat kan helemaal niet, Love Piet, want we slapen hier. We moeten dit meteen aan Sinterklaas vertellen. Ja, kom mee. Ja, Sinterklaas, ja. Ah, Porte Piet Pablo en Love Piet. Ik was nog even op weg voor een lekker bakje thee. Sinterklaas, het schijnt hè dat meneer Van Driel de eigenaar is hier van dit hotel. Ja, en ik weet niet hoe Sinterklaas, maar hij gaat er echt alles aan doen om u uit het hotel te krijgen. Ja, hij wil ons gewoon waarschijnlijk wegpesten. Ja. Pieter. Volgens mij vergissen jullie hoor, Pieter. Ja, die meneer Van Driel is lang niet zo slim om dit hele hotel te runnen. En daarbij, ik ben veel te moe voor dit soort dingen. Ik ga nog even een bakje thee halen en dan ga ik lekker mijn bed in. Volgens mij gelooft u ons helemaal niet.
We moeten ons bewijzen. Bewijzen? Ja, we moeten bewijzen dat dit hotel wel van meneer Van Driel is. Goed idee, Lof. Kom! Pablo, gaat het? Ja, ik denk het. Hoe komt het skateboard nou hier, Love Piet? Van Driel. Het kan niet anders, hè? Hij moet daar achter zitten. Maar wacht eens, we krijgen hem wel. Hoe dan? Zo, dat zal ze leren. Ja, dat is toch maar het begin, Pablootje. Ik ga een lekkere borrel nemen. Dat heb ik wel verdiend. Zo, dit heb ik wel verdiend. Zo, nou ik ga ervoor zorgen dat die Sinterklaas en die vreselijke Pieten helemaal gek worden hier in mijn hotel. Ze zullen zo snel mogelijk mijn hotel uit willen, dat weet ik wel zeker. Proost. Zo. Wat is dit nou allemaal weer? Ik ben uit mijn broek gescheurd.